Zoiets had ik al een beetje doorgekregen. Ja. Oké. En je bent nu bang dat het misschien iets lichamelijks is. Een hoge bloeddruk of iets anders. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Ook heel vervelend als je niet kunt slapen. Dat levert ook stress op. Want hoe zit het met de stress in je dagelijks leven? Als eerste wil ik jouw bloeddruk meten. Heb je dat al een keer gedaan? Oké. Nou, het is heel simpel. Ik heb hier deze band. En die ga ik straks om jouw arm doen. En die ga ik opblazen. En dan zul je merken dat het een beetje druk uitoefent op jouw arm. Dat gaat heel strak voelen. Dat is maar heel eventjes. En dat zal niet echt pijn doen. Een beetje ongemakkelijk misschien.
bijna klaar. Ik heb nog twee dingetjes die ik eventjes weet. Ik wil eventjes voelen aan je nek, omdat je natuurlijk daar ook last van had. En ik wil heel eventjes je klieren voelen bij je hals. Oké. Dan ga ik nu eerst